het downloaden en installeren van SketchUp vanaf de site van Techniek. Voor het downloaden en installeren moeten we dus eerst naar de site van Techniek. Die kun je vinden in de OneNote. En daarna ga je in de site naar de downloads. En de downloads die staan daar. Hier zie je een kopje downloads. En als je daar naartoe gaat, dan kom je deze tegen. In downloads, daar zie je drie mogelijkheden. En daarvan pak je de bovenste, SketchUp. Dat is degene die we nodig hebben. Als we die aanklikken, dan gaat die open. Hij gaat zoeken en hij vindt dus de twee bestanden die hij dus nodig heeft voor SketchUp. Hier hoef je niets aan te vinken. Nee, je gaat hier gewoon naar boven, middenboven. Daar vind je namelijk het onderdeel downloads. Die staat daar. Daar staat mijn cursor nu even bij. Als ik daarop druk, dan gaat hij vanzelf downloaden. Dat kun je zien onderin. Daarachter, onderin, daarin zie je dus dat hij gaat downloaden. Daar. En als de download klaar is, dan zie je dus ook dat de naam veranderd is. Je ziet dat dat nu gebeurd is bij mij. Dan ga ik hier naar openen. Ik ga daar naar openen, de bovenste van deze. En als je dat gebeurt, dan zie je dat het menu automatisch open gaat. In dit menu, waar die hem neergezet heeft, daar kies je de bovenste weer. En die ga je uitpakken, of alles uitpakken. Dan gaat hij vanzelf een map aanmaken en die zet hij op diezelfde plek eigenlijk neer. Bij mij ook bij downloads. Dan gaat hij de boel uitpakken zoals je kunt zien. En als hij dat voor elkaar heeft, dan opent hij meteen weer het nieuwe variant. En hierin zie je dus de Google SketchUp, de bovenste. En je ziet nog een bestandje, maar vooral de bovenste heb je nodig. Die gaan we pakken. Daar moet je twee keer op klikken, want hij moet hem dus gaan installeren. En als hij dat gaat doen... Dus hij is even nadenken, dan krijg je dit scherm. Hier heb ik even een foto van moeten maken, want anders wil dat niet. Je drukt dan op dat moment op ja. En als je dat gedaan hebt, dan gaat hij SketchUp installeren. Nou, jij ging alvast hier verder. Je geeft deze, je geeft even toestemming. Dus het vinkje aanklikken. Daar zit het vinkje, Robert, daar. En die moet je dus even aanzetten. En volgende drukken. Hij maakt weer een SketchUp mapje nu aan. Dat mag. Ga je gang en voltooi maar en hij gaat installeren. Dit kan even wat duren. Als hij dat voor elkaar heeft, dan krijg je dit menu. Nu is even belangrijk, je moet nu even dat vinkje waar ik nu bij sta, dus dit vinkje hier, daar staat hij, die moet je even uitzetten, anders krijg je de toolbar van Google, krijg je. Dat is niet zo nodig. En dan zeg je voltooien. Nu lijkt het alsof er niks gebeurd is, maar er is zeker wat gebeurd, want in dit geval kunnen we deze minuutjes allemaal uitzetten. En deze mag ook uit. En dan kom ik op mijn bureaublad terecht. En je ziet daar rechtdoor, zie je namelijk de SketchUp van mij staan. Daar ga ik naartoe. En nu zijn er nog een paar vraagjes die je moet beantwoorden. Nou, in dit minuutje, een van de twee vragen, daar moet je ja op zeggen. En nog een keer ja geven. En op dat moment moet je even weer dit vinkje uitzetten. Daar onderin. Anders komt namelijk elke keer dit minuutje weer terug. En dat willen we niet. Dus die gaat uit. En dan zijn we bijna klaar. Nu gaat hij nog vragen in dit minuutje naar een schabloon. Dat is dit schabloon. Dat hij dus gaat meten in meters. Dat is wel heel erg praktisch. Dus dat is ook ja. En dan kunnen we zeggen start maar. En op dat moment gaat hij SketchUp opstarten. Nou, SketchUp, dat kennen jullie wel. Daarmee kunnen jullie dus gewoon je tekeningen, je ontwerpjes gaan maken. Succes ermee!